Breda Nu. Je weet het meteen. Vorige maand hebben we de minder valide sport belicht. Ja, we zijn nu ook weer bij de Barons. We gaan kijken naar de heren, heren 1. En we gaan nu eerst beginnen met de dames 1. Go. Marcel, op de dag dat we dit filmen, zijn je ongeslagen, hè? 2 wedstrijden gespeeld? Ja, klopt. 2 competitiewedstrijden, eentje thuis en eentje in Urk. Beide gewonnen, de eerste overtuigend eigenlijk tegen Wageningen. Was tegen het studententeam dik 30 punten verschil gewonnen. En in Urk was het iets spannender, 5 punten verschil. Maar goede start van het seizoen. In welke divisie speelden jullie? Wij spelen in de tweede divisie. Dat is landelijk. Dus in die zin moeten we af en toe ook reizen. Teams als Wageningen, Urk, Hoofddorp. Dus wat dat betreft wel een goede competitie. Hoe lang ben je hier al trainer bij de Barons? Ja, dat gaat eigenlijk al ik denk een jaar of 6, 7 denk ik. Met wat tussenposes. Begonnen bij de jeugd. Bij de U14 gemengd. En vervolgens steeds verder naar boven. Naar wat oudere teams. En hoe bevalt het bij de dames? De dames, ja. Moet je inlevingsvermogen hebben? Ja, bij dames moet je altijd. Moet je heel veel inlevingsvermogen hebben. Ik heb thuis 2 dochters, dus dan heb ik al 3 dames, zullen we zeggen. Dus wat dat betreft wordt het wel meegegeven. Maar het is wel leuk. Het is altijd wel wat complexer dan bij heren, denk ik. Maar het is wel een leuk team. Wat is de kracht van dit team? De kracht is aan de ene kant wat oudere spelers, aan de andere kant snelle jongere spelers. En dat smelt eigenlijk samen in een onvoorspelbaar, aanvallend en fanatiek verdedigend team. Dus dat doen we eigenlijk wel goed. Uit hoeveel speelsters bestaat jullie team? Wij bestaan... Selectie. De selectie bestaat totaal uit zo'n 15 man. En dat betekent dat we 11 eigen spelers hebben, 4 bankspelers vanuit de jeugd. Je kan met 5 man op het veld. Dus dat betekent dat we heel veel intensiteit in de wedstrijd stoppen. Zodat we ook veel moeten doorwisselen. Wat is jullie doelstelling voor dit seizoen? Doelstelling is toch wel bij de eerste 2 eindigen. Dus dat wordt hard knokken. Gezien de start denk ik dat het wel mogelijk moet zijn. En eigenlijk wil ik volgend seizoen 1 klasse hoger spelen. Dus eerste divisie. Tuli, hoe lang speel jij al hier bij de Barons? Ik ben op mijn 11e gestart. En toen ben ik tussendoor heb ik nog 2 ergens anders gespeeld en nu ben ik weer terug. Dus ongeveer 10, 9 jaar, zoiets. Ja. Op welke positie speel je? Forward, ja. Dus je moet punten maken? Ja, eigenlijk wel, ja. Ben je een van de topscorers of ben je een topscorer in het team? Ik doe mijn best natuurlijk, ja. Maar het is wel, we proberen natuurlijk met z'n allen te scoren. Maar hoe meer punten je kan maken, hoe beter natuurlijk, ja. Heb je zelf ook verdedigende taken? Ja, je bent sowieso aanvaller als verdediger, altijd. Ja. Wat verwacht je van het seizoen? Ik hoop natuurlijk kampioen te worden, hè? Ja, dat is wel een doel. Maar ja, we blijven gewoon zo deze stijgende lijn volhouden en dan hopen dat we ook echt kampioen worden. Arjan, afgelopen seizoen hebben jullie heel goed gedraaid, in de middenboot geëindigd en dan toch nog gedegradeerd. Wat was er aan de hand eigenlijk? Nee, laat ik zo zeggen, ik was toen niet de coach. Ik ben nu pas voor het eerst coach natuurlijk ook. En Duusen is mijn voorganger en die heeft het hartstikke goed gedaan met die mannen. Dus dat wil ik even gezegd hebben ook.
Er was een probleem met het aanleveren van scheidsrechters. En toen heeft in het laatste weekend heeft de bond besloten dat dus Berens terug moest naar deze tweede divisie waar we dan nu in spelen. En dat is een hele dramatische, ik vind het een buitengewoon slechte beslissing geweest. Maar goed, oké, ik werk niet bij de bond. Dat is dus, dus dat is, en dat is heel jammer natuurlijk ook. Want deze jongens verdienen het om in de eerste divisie te blijven. Ja, jullie speelden eerste divisie. Omdat er niet genoeg scheidsrechters aangeboden werden door de Barons, zijn jullie eigenlijk door de bond teruggezet. Ja, klopt. Ja. Wat heeft het eigenlijk gedaan met het team? Ja, op zichzelf geloof ik niks. Maar ik ben nieuw, ik moet eerst kijken. Dus hoe, ze willen dolgraag, willen ze heel hard werken. Nou, daar zijn we nou mee bezig natuurlijk ook. En een van de eerste vragen die dus door mij gesteld werden en door de spelers ook natuurlijk ook aan het bestuur, zijn er genoeg scheidsrechters? Want we willen dat niet weer dit seizoen natuurlijk over geloof komen, maar dat is allemaal geregeld. Ja. En hoe is de competitie tot nu toe verlopen? Twee wedstrijden gespeeld denk ik? We hebben één wedstrijd gespeeld. Ja, en die hebben we dan gewonnen met 24 punten geloof ik of zo. Eigenlijk. Ja, dat is dus, maar ja, maar wachten wat er verder gaat gebeuren. Ik heb aanstaande zaterdag een vrij pittige tegenstander in EWBC. Die heb ik vorige week zaterdag gezien. Ga kijken en dan is het even scouten. Ja, dus je gaat wel regelmatig even kijken wie je tegenstander wordt. Ik ga proberen inderdaad zoveel mogelijk wedstrijden te zien, omdat het voor mij een volledig onbekend verhaal is. Maar dat zou ook kunnen betekenen dat je je spelwijze aan moet passen. Nee, eigenlijk niet. Binnen datgene wat we doen, kunnen we eigenlijk bijna alles kunnen we dus wel tackelen. Maar ja, ook de vorm van de dag, hoe goed is de tegenpartij, wat nemen ze weg, hoe stellen wij daar ons op in natuurlijk ook. Dat is het spelletje gewoon. We hebben een vrij brede selectie, alleen we hebben niet heel erg veel lengte. We hebben dus twee jongens van een meter of twee, die zitten eentje onder en dan, daarna is het allemaal dus ongeveer gelijke lengte. En dan moet je wel je spelstijl aanpassen natuurlijk. Ja, we zijn vandaag bij Omnisport Bols Breda, oftewel OSV Bols Breda. Ja, dat is een sport waarbij bols gebruikt worden. Het ziet er een beetje uit als jeu de boule. Ik ga onder andere aan Henk vragen ja, wat er allemaal bij komt kijken bij bols. Ja, ik ook goed. Ja, inderdaad. Henk, jij bent hier penningmeester bij OSV Bols. Ja. Ja, jullie bestaan al sinds 1992. Ben je ook al zo lang lid? Nee, ik ben nog niet zo lang lid. Ik ben nu 11 jaar lid, dus ik ben in 2007 ben ik lid geworden. Ik speel nu 11 jaar dus. Maar er zijn leden die inderdaad al net zo lang lid zijn als dat de vereniging bestaat. Ja, die zijn er. 4. Ja, het is echt een vereniging voor wat oudere mensen, denk ik. Maar jullie streven ook naar om de jeugd erbij te krijgen, denk ik, hè? Het is in Nederland een spel voor vooral ouderen. Er zijn wel wat jeugd wil ik niet zeggen, maar jongeren. Jongeren noemen wij dan onder de 50 zo ongeveer. Dat is, in Bols begrippen is dat jong. Maar bij ons is de gemiddelde leeftijd ook zo'n ruim over de 60, 65. Hoe werp je dan de bal weg, die bol weg die op de eerste plaats ligt, die dichtst erbij ligt? Gaat dat ook met de curve?
dat kan. Je kunt natuurlijk proberen zelf zo dicht, nog dichter bij die jack te komen. Want meestal is er altijd nog wel wat ruimte. Maar als die bal van je tegenstander echt tegen die jack aan ligt, dus dat kleine witte balletje wat aan de overkant ligt, ja, dan probeer je hem weg te spelen. En dat kan door er tegenaan te tikken, waardoor je misschien ook weer dat witte balletje weg speelt, naar achteren speelt, waar misschien nog wel je eigen ballen liggen. Ja, en zo probeer je dan toch te kijken of je die punten van de tegenstander kunt afpakken. De eerste gewin is kattengespin, zeg ik wel. Dus als je al eerst ligt, dan is de kans groot dat je ook weer weggetikt wordt. Die kans bestaat, maar dat lukt de tegenpartij natuurlijk ook niet altijd. En dat lukt mijzelf, wij spreken ook niet altijd. Het is echt wel, want ja, je praat wel over een behoorlijke afstand waarover we gooien. Het is toch minimaal 23 meter dat dat balletje ver weg ligt. De baan is maar 4 meter breed, dus ja. En je moet wel op de baan blijven natuurlijk met je bal om te mogen tellen. Er is één uitzondering. Als hij de bal, jouw bal, dat witte balletje geraakt heeft, die jack, en hij komt dan verder dan die 30 meter, dan blijft hij alsnog tellen. Dan telt hij nog mee. Dan is het de zogenaamde toucher. En die blijft wel in het spel. Behalve als hij aan de zijkant eruit gaat, dan niet meer. Dan is hij altijd uit. Je staat hier met een bol. Iedereen heeft zijn eigen bols? Ja, iedereen heeft zijn eigen bol. De bols variëren in grootte. De een heeft kleine handen, de ander heeft grote handen. Ja. Of is wat minder sterk of juist sterker. En het is eigenlijk maar net wat je prettig vindt. Precies. Van met welke bol je wilt spelen. Je hebt ze van maat 0 tot en met 7. 0 zijn de lichtste en de kleinste. En 7 de grootste. En wat is de zwaarte? Het is ongeveer 1,5 kilo, iets minder geloof ik. Ja. Je hebt ook links en rechts. Dus die bal die heeft twee verschillende zijkanten in feite. Als je er tegenaan kijkt, dan kun je zien dat deze kant iets zwaarder is dan deze kant. Okay. En dat betekent dat als je gaat rollen, het gewicht zit uit het midden. Dus die bal die gaat altijd een bochtje maken naar de zwaarste kant toe. En daar moet je dus rekening mee houden met het gooien, dat die bal gaat curven. En daar, ja, dat is de kunst eigenlijk, om dan toch nog te proberen om zo dicht mogelijk bij dit witte balletje te komen. Degene die het eerste spel begint, die gooit als eerste de jack. En als die goed gegooid wordt, want dat kan ook misgaan, dan mag eerst de tegenstander weer. Maar als die goed gegooid wordt, dan wordt hij in het midden van de mat gecentreerd. Ja. En dan begint de eerste speler met zijn eerste bal. Okay. Dan komt de tegenstander met zijn eerste bal en zo wissel je dan elkaar af. OSV Bols Breda speelt in het Optisport Leisure Center, zoals dat tegenwoordig heet. Vroeger een racketcentrum. En wij spelen op dinsdagmiddag vanaf 2:30 tot 4:30. En dan spelen we 2 keer een uur en een kwartier met een pauzetje voor een koffie. En op vrijdagavond van 8:30 tot 11:30 ook 2 keer een uur en een kwartier met een half uurtje pauze daartussen. En ja, iedereen is van harte welkom om gewoon eens een keer binnen te komen lopen, een keer te komen kijken. En als je zin hebt, kun je direct een balletje meegooien. Dat is geen enkel probleem. Maar heb je nog trouwens meer voor gereedschap bij? Want dat zei ik net. Ja, het is. Ja, laat maar eens zien. Dit is dus het gereedschap waarmee je gooit. Ja, maar ook nog? Dit is een spuitbusje met kalk. Net zoals in het voetbal eigenlijk. Ja, waarmee ze lijnen trekken tegenwoordig. Maar deze wordt gebruikt om een bol die dat witte balletje, die jack heeft geraakt, te markeren, want dat is een zogenaamde toucher. Ah, okay. En die toucher die blijft altijd in het spel, ook al komt hij buiten aan het eind van de baan, buiten de baan terecht, dan blijft hij alsnog in het spel. Het laatste wat ik bij me heb is een meetlintje. Ook wel heel belangrijk, want het is echt millimeterwerk. Ja, soms kun je het op het oog echt niet zien hoe het ligt, dan moet je echt meten en dan kun je dat zo met zo'n touwtje kun je dat doen. Liggen ze heel dicht bij elkaar, dan heb je hier nog zo'n passertje. Oh, dus het is echt wiskunde.
Er zijn nog wat regeltjes wanneer een bal uit of in is. Aan de zijkant, als hij zo halverwege op de mat blijft, zo, dan is hij nog steeds in. Maar valt hij er net overheen, dan is hij uit. Ja. En met die lijn? En aan de achterkant, dus dit is zeg maar het einde van de mat. Dus ook hier geldt, halverwege is de bal nog in, maar is hij er net overheen, net meer dan halverwege is hij uit. Breda Nu. Je weet het meteen.